Goed, Massimo, ik denk dat je hier nu een drietal weken bent, als ik me niet vergis. Ja, hoe loopt het tot nu toe voor jou hier? Ja, eigenlijk wel een goede start. Ik ben tevreden, we hebben een goede ploeg. Goede ploeggenoten ook. Een hechte groep, dus loopt goed. Kende je al spelers voor je naar hier kwam? Ik kende een beetje Sibbe Willain en Annas, maar voor de rest niet echt iemand. Ja, want als ik me niet vergis heb je wel enkele keren tegen de belofte van KVO gespeeld. Ja, dat klopt. Elk jaar toch wel een paar keer. Hoe waren die wedstrijden? Spannend, vurig. Maar wel correct en goede wedstrijden. Ja, en Kurt Bataille, die hulptrainer is, die kende jou natuurlijk ook als ja, ik kende Kurt al, coach Kurt. Ik kende ook de keepercoach, Pieter Mollet. Omdat hij ook nog vroeger een trainer is geweest van mij in Roeselaar. Dus allee, ik kende wel bijna iedereen van de staf. Ja, dus de aanpassing is wel vlotjes verlopen? Ja, de aanpassing is vlotjes verlopen, dus. Oké. Jij bent een vrij polyvalente speler. Mocht je nu zelf moeten kiezen, wat is nu eigenlijk jouw favoriete positie? Voor mij is dat nummer 8. Nummer 8 centraal, positie? Centraal op middenveld. Ja, en waarom? Omdat ik dan vind dat ik het beste mijn kwaliteiten kan gebruiken en dat is toch wel box-to-box. Ja. Ja, vertel eens die kwaliteiten. Is dat dan vooral fysiek sterk op die positie? Fysiek ben ik wel heel sterk, maar ik kan ook gooi te voet met de bal. Dus dan is dat perfect voor op het middenveld te spelen. Ja. Als ik me niet vrees, kun je ook centraal achterin uit de voeten, zelfs op de flanken? Ja, centraal achterin heb ik ook gestaan, rechtsachter ook. Maar als ik toch kan kiezen, dan liever in de midden toch. Ja, je hebt ook al 2 keer gescoord intussen bij de beloften, dacht ik? Ja, ik heb 1 wedstrijd gespeeld bij de beloften, 45 minuten, de eerste helft. Daarna ben ik dan door een tik geblesseerd geweest en had ik 2 keer gescoord met de kop. Ja, met de kop. Ja. Dus je bent ook wel nog kopbalsterk. Ja, dat klopt. Stond je ook op de 8 positie toen? Ik stond toen ook op de 8. Ja. Vertel eens, ja, hoe viel het mee, los van die 2 goals? Het was wel de eerste minuut. Ja, ging goed. Het was wel even geleden dat ik weer wat wedstrijden had gespeeld. Dus ja, maar ging goed. Ja. Wat zijn jouw persoonlijke ambities dit seizoen? Je bent een jaartje uitgeleend door de Mijn persoonlijke ambities is om een betere speler te worden. Dat sowieso. En om zoveel mogelijk minuten te maken en een goed seizoen te hebben. Ja. De trainingen tot nu toe, met Stijn Vreven als trainer, dat is wel een trainer die de pace oplegt. Hè? Ja, dat wel. Het zijn goede training. Ook elke week hebben we toch wel een fysieke prikkel. Maar ik vind dat dat wel erbij hoort. Ja, dus dat is wel goed. Het is wel een systeem en een trainer die jou moet liggen met jouw fysieke kwaliteiten. Ja, dat klopt. Ja. Last but not least, wanneer zal jouw seizoen geslaagd zijn? Zowel voor de club als op persoonlijk vlak. Oeh, dat is een moeilijke vraag. Mijn seizoen zal geslaagd zijn, denk ik, als ik redelijk wat wedstrijdritme terug heb en ook gewoon gepaard met goede resultaten. Dat ook wel. Ja, oké, okay, dankjewel. Het is altijd beter om in een winning team te zitten dan in een losing team. Dat is een mooie quote. Ja. Heb je trouwens van Kukkeborne nog gehoord na onze spelers? Nee, dat niet. Die heb je niet meer gehoord. Goed, dankjewel Massimo. Graag gedaan. Veel succes. Dank u.